Hallo allemaal, het is weer tijd voor een verhaal. Iedereen prinses. Geschreven door Brigitte Minne met illustraties van Merel Eikerman. Marieke staat voor de spiegel en zucht. Voor haar verjaardag kreeg ze een prinsessenjurk die als een roze wolk om haar heen danst. Voor mijn prinses, zei papa en hij gaf haar een dikke zoen. Dat is lief van hem, heel lief zelfs, want Marieke wil dolgraag een prinses zijn. Ze kijkt in de spiegel en zucht opnieuw. Papa steekt zijn hoofd naar binnen. Kom je aan tafel, prinses? Papa schept Mariekes bord vol sterretjes soep. Marieke tuurt verdrietig naar de dobberende sterretjes. Ik dacht dat je dol was op sterretjes soep. Papa kijkt haar bezorgd aan. Marieke haalt haar schouders op. Ik ben geen prinses. Prinsessen dragen geen bril. En ze missen ook geen tanden. Papa, kijk maar naar Sneeuwwitje en Assepoester. En Doornroosje en... De prinses op de erf blijft in Marieke's keel steken. 'S Avonds kan papa niet in slaap komen. Eerst ligt hij op zijn linkeroor, dan op zijn rechter en na een poos weer op zijn linker. Hij staart naar het plafond, kruipt diep onder de donsdeken en schopt de deken daarna van zich af. Als de torenklok 12 uur slaat, heeft papa nog geen oog dicht gedaan. Ik ben geen prinses, ik ben geen prinses, ik ben geen prinses. Marieke's woorden kruipen als spinnen in alle hoekjes van zijn hoofd. De volgende ochtend, na het ontbijt, wil Marieke haar boekentas pakken. Laat die boekentas maar staan, bromt papa. Vandaag gaan we samen op stap. Marieke kijkt papa stom verbaasd aan. Ze heeft nog nooit één schooldag gemist. Even later lopen papa en Marieke door de stad. In een smal straatje duwt papa de deur van een kapsalon open. Voor Marieke beseft wat er gebeurt, zit ze op een stoel bij de wasbak. Jet, dit is Marieke, mijn dochter, zegt papa. Dag Marieke, zegt Jet en ze knoopt een handdoek om Marieke's hals. Boven Jets lip zit een litteken. Marieke moet er de hele tijd naar kijken, tot Jets zachte handen haar hoofd masseren en wolken van geuren schuim maken. Het is heerlijk. Marieke sluit haar ogen. Na het wassen komt het kammen en borstelen. En dan maakt Jet vlechtjes. Marieke's kapsel is prachtig. Aan vrolijke dansende vlechtjes bengelen roze en lichtblauwe strikken. Papa, wat is er met Jets lip? Vraagt Marieke als ze weer buiten staan. Jet werd geboren met een kapotte lip, Marieke. Maar ze heeft hemelse handen, vind je niet? En ze kan toveren met borstel en kam. Jet is een echte prinses. Een prinses, papa? Papa knikt. Een prinses met gouden handen, Marieke. Even later lopen ze een bakkerij binnen. In de glazen toonbank staan prachtige gebakjes met flinterdunne schijfjes sinaasappel en met frambozen. Bootjes van bladerdeeg met rozen van marsepein, soezen gevuld met slagroom, wafels met suikervioeltjes en chocoladeschilfers. In een hoek staat een tafeltje met krulpoten en een bloemenkleedje. Kom Marieke, we gaan zitten, zegt papa. Een enorme dame met blozende wangen serveert koffie voor papa, sinaasappelsap voor Marieke en 2 chocoladebollen. Marieke, zegt papa plechtig, dit is Siska en ze maakt de lekkerste chocoladebollen van de hele wereld. De wangen van Siska worden nog roder. Papa heeft gelijk, nog nooit heeft Marieke zulke lekkere chocoladebollen gegeten. Dag chocoladebollenprinses,
roept papa als ze naar buiten gaan. In het hart van de stad ligt een park met hoge bomen en een vijver. Op een bank zit een lief oud paardje, heel dicht tegen elkaar. Ze houden elkaars hand vast en glimlachen. Papa loopt naar hen toe. Mag ik u iets vragen, meneer? De man knikt. Natuurlijk mag dat. Is deze dame uw prinses? Wil papa weten. De man knijpt in de hand van de vrouw. Zeer zeker, antwoordt hij. En dat al meer dan 50 jaar, meneer. De ogen van de vrouw glanzen als die van een jong meisje. Ze nestelt zich lekker dicht tegen haar man aan. Dacht ik het niet, mompelt papa. Nog een prinses. Even later komen ze bij een marktplein. Er staan kleurige tenten en kramen. Een man met een hoge hoed en een slippenjas speelt op zijn draaiorgel. Naast hem danst een oude grijze meisjeshond. Hebt u een centje voor prinses en mij? Zingt de muzikant. Papa grabbelt in zijn zak en geeft Marieke een muntstuk. Marieke gooit het in het koffertje dat naast de hond staat. Prinses kwispelt en blaft vrolijk. Prinses, dankt u, zegt de man. Hupsakee, nog een prinses, lacht papa. Er zijn veel meer prinsessen dan prentenboekenprinsessen, hé, papa, zegt Marieke. Overal leven prinsessen. In kastelen en paleizen, maar ook in rijtjeshuizen, flats en hutten. En soms zelfs gewoon op straat. Prinsessen heb je in alle maten. Dikke en dunne prinsessen, lichte en donkere prinsessen. Prinsessen met golvend blond haar, met 1000 zwarte krulletjes en zelfs zonder haar. Dat zijn dan de kale prinsessen. Een prinses kan stokoud zijn of piepjong. Prinsessen kunnen gezond zijn, maar ook ziek. Je hebt prinsessen met kapotte lip, slechte ogen, lange neuzen, korte neuzen en wipneuzen. Sommige prinsessen zitten op een troon, andere in een rolstoel. Je hebt ze met kleine oren, grote oren en slechte oren. De wereld zit vol prinsessen, lacht papa. Het is al laat als papa en Marieke weer thuis zijn. Papa stopt Marieke in bed en drukt een zoen op haar voorhoofd. Slaap lekker, prinses! Het mooie kapsel, de lekkerste chocoladebol van de wereld, de kermis, maar vooral haar allerliefste papa. Marieke glimlacht en wuift als een echte prinses als papa de kamer uitloopt.